De tweede editie van de awardshow Evers reikt uit in de Amsterdamse Heineken Musical is net afgelopen. Het was weer een waar spektakel en geen van de artiesten ging zonder een prijs naar huis. De winnaar is... Gijs Bedoel! Ja, ik heb dus de award beste vriend van Guus Meeuwis gekregen. Hier staat hij. Roel van Velzen krijgt de award voor de Engels zingende pianist onder de 1,50 meter. Xander de Bouillonnier voor de artiest met de mooiste Franse achternaam. Voor iedereen is vanavond een award bedacht. De winnaar is... Jan Smit! Golden Glove. Ja, en dat is... Vorig jaar kreeg ik de beste Volendamse solist award. En daar was ik heel blij mee. Maar dit heeft toch wel iets meer waarde. Er is ontstaan door een discussie die we op de radio hadden, zoals we dat al vaker hebben. Het ging over awards en dat tegenwoordig toch wel erg veel awards uitgereikt worden. En dat je nou, voor elke gekkigheid heb je wel een award. En vaak is het ook zo dat de mensen die er zijn op zo'n gala, die winnen ook vaak een award. Dus we dachten, nou ja, laten we het dan ook gewoon er zo dik bovenop leggen en laten we het gewoon op die manier doen. Marco Borsato is met grote afstand de artiest met de meeste awards. Daarom voor hem de 538 prijzenkast. Marco Borsato! Oh, gefeliciteerd hè Marco. Dit is de bokaal zonder naam. Kijk, daar ben je trots op. Wat zeg je? WZN. Bokaal zonder naam. Ja, dat is duidelijk hè. Wat onwijs grappig, de bokaal zonder naam. Maar al die dingen zijn natuurlijk super grappig. Heel leuk.